De open rate van je e-mail. Nou, de open rate is eigenlijk het percentage dat jouw e-mail opent. Dus stel je hebt een lijst opgebouwd van 100 mensen en je hebt een open rate van 20. Dus dan heb je 20% van de mensen die je allemaal die mail hebt gestuurd, die opent daadwerkelijk het bericht. Nou, als je al met e-mail marketing werkt en nieuwsbrieven stuurt, laat ook even weten of je nieuwsbrieven stuurt en hoe vaak je dat dan doet. In de reacties onderaan deze video. Maar als je vaker met nieuwsbrieven werkt, dan weet je dat het heel belangrijk is dat de mensen ook daadwerkelijk je bericht openen. In deze Woensdag Gemakdag aflevering geef ik enkele tips en laat ik ook enkele voorbeelden zien hoe je dus je open rate kunt gaan verhogen. Als we kijken naar gemiddeld een open rate percentage tussen de 20%, alles wat daarboven ligt, dan weet je al dat je beter bezig bent dan de rest. Nou, ik laat je voorbeelden zien waar zelfs tot de 40, 46% open rate is. Dus de helft van de mensen die jij die nieuwsbrief stuurt, die opent daadwerkelijk het bericht. Nou, hoe je dat allemaal precies doet, dat leer je in deze aflevering. Kijken we naar je e-mail marketing, dan is het allereerst belangrijk dat je continu jouw lijst opruimt. Dus wie ontvangt jouw nieuwsbrief en zijn het nog steeds de juiste mensen die dat bericht ook daadwerkelijk willen ontvangen. Zijn er nog mensen die bijvoorbeeld er niet meer werken? Als er continu gebounced wordt, dus het bericht dat krijg je terug. Nou, een beetje goede e-mail marketing provider geeft jou dit soort cijfers terug. Mijn advies: ruim de lijst regelmatig op. 9 van de 10 keer betaal je ook voor het aantal contacten. Dus het is zonde om te betalen voor mensen die jouw bericht toch nooit openen, omdat ze er niet meer werkzaam zijn, het e-mailadres niet meer bestaat of om welke reden dan ook. Mail jij heel veel mensen die die mail sowieso nooit gaan openen, dan zakt natuurlijk ook jouw open rate. Zorg dat je je lijst segmenteert. Hoe beter jij kunt segmenteren, dus hoe beter jij splitsing maakt tussen jouw lijst. Dus bijvoorbeeld, nou, ik heb een onderwerp A en een onderwerp B op mijn website. Ik weet dat als mensen een handboek downloaden over online marketing, dat ze geïnteresseerd zijn in het online marketing stukje of in SEO of wat dan ook. Als ze een handboek hebben gedownload van Google Analytics, dan weet ik dat ze vooral geïnteresseerd zijn in Google Analytics. Daar hou ik ook rekening mee tijdens het sturen van mijn campagnes. Ik ga dan niet de mensen van Google Analytics mensen allerlei SEO-tips geven, want dan zul je zien dat je resultaten drastisch zullen dalen. Dus zorg ervoor dat je je lijst opruimt en zorg ervoor dat je segmenteert. Dus dat je op basis van het gedrag dat jouw lijst laat zien, dat je daarin je nieuwsbrief op aanpast. Dus hebben ze blog A gelezen, krijgen ze meer berichten over blog A. Hebben ze blog B gelezen, krijgen ze meer berichten over blog B. De andere tip is test en optimaliseer. Je kunt nooit direct raakschieten. Blijf gewoon testen. Dus test bijvoorbeeld op welke dag moet ik het sturen. Test de onderwerpregel, test het tijdstip. Test of dat je moet personaliseren. Test of dat het negatief of positief moet zijn. Nou, kijken we dan naar de resultaten. Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld het bericht. Hier is 25%, of bijna 26% geopend. 26% van die mensen hebben dat bericht ook daadwerkelijk gelezen. En wat hebben we hier gedaan? Een soort van negatieve noot gegeven. Wij zijn er helemaal klaar mee. Nou, uiteindelijk leg je in het bericht uit dat we er niet helemaal klaar mee zijn, maar eigenlijk met 2018 dan. Dus we zagen al dat door het een beetje negatieve tint mee te geven, mensen heel erg nieuwsgierig worden en dat bericht openen. Zorg dat je bij je lijst, en zo werken wij ook met de testen, eigenlijk een klein deel van je lijst. Nou, hoe groter je lijst is, hoe groter het testlijst je kunt maken. Wij sturen dit bericht bijvoorbeeld naar een x aantal duizend contacten. Merken we welk bericht het beste werkt, en dan gaat het naar de grote lijst. Dus werk eventueel ook met twee lijsten. Een ander voorbeeld. 26%. Dus je ziet alweer dat we aan het stijgen zijn. Hier geven we heel exact één kleine aanpassing 19,7% meer omzet. Zorg dat je in je onderwerpsregel direct het resultaat toont en het liefst ook zo exact mogelijk. Als ik zeg 4 SEO-tips in mijn onderwerpregel, of met deze 4 SEO-tips stegen wij in 3 weken tijd 83 posities, ik noem maar wat. Dus hoe specifieker, hoe interessanter het natuurlijk wordt. Een ander voorbeeld. Hier zitten we al op de 29%. Wat zagen we hier? Ik heb voor jou de handigste en bijna gratis online marketing tools.
Iedereen is fan van tools. En zeker in onze branche worden heel veel tools en software gebruikt. Nou, dat wisten we. Dus we hebben gekeken, van, hey, kunnen we daar niet een leuke lijst of verzameling van maken van alle online marketing tools die wij gebruiken of die we aanraden. Nou, je ziet ook dat 29% van heel de lijst dit bericht ook daadwerkelijk opent. Hier stijgen we al naar de 38%. Ik begrijp jou niet als onderwerpregel. Enorm krachtig onderwerpregel. Als ik een mailtje krijg van, en dan ook nog het liefst op jouw persoonlijke titel, dus niet je bedrijfsnaam, maar dan liever jouw persoonlijke naam, en met ik begrijp jou niet, geheid dat ik dat bericht ga openen. Want het voelt raar, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? Hier komen we op een gegeven moment al op de 40%. Het leesvoer voor dit weekend met een knipoog. Als jij mij dit onderwerpsregel had gegeven, dan had ik gezegd, nou, je kunt het een keer proberen, maar ik verwacht er geen grotere, hoge resultaten van. We hebben het een keer gewoon getest, het was gewoon een lukraak mailtje, even 2 minuten. Ik denk, nou, klein campagnetje eruit voor dit weekend. En wap, 40% opende dat bericht. Blijf dus alles testen. Ik kan een grote mond hebben, mijn collega's of blogjes die je leest van oh, dit gaat hartstikke goed werken. De enige die altijd de waarheid spreekt zijn de cijfers. Dus zorg dat je die cijfers inzichtelijk maakt. Zorg dat je ook test en zorg dat je daarvan leert. Hoe vaker en hoe langer je dus ook met nieuwsbrieven werkt, dus met e-mail marketing, hoe meer data je gaat verzamelen en hoe beter je in de gaten krijgt wat het beste werkt voor jouw lijst. Een ander bericht wat natuurlijk heel goed werkt, hier 47,62%, is het stukje gratis. Nou, dit was natuurlijk ook wel een mega actie. Toen ik 30 werd, wij trakteerden hier jouw gratis toegang tot de complete SEO-cursus. Nou, ik heb gewoon heel de SEO-cursus gratis weggegeven. Sowieso, mocht je dit soort interessante cadeautjes ook willen ontvangen, raad ik je aan om op de website het handboek Domineer Google te downloaden of de vele andere handboeken. Dan kom je ook direct op de nieuwsbrieflijst. Krijg je vaker dit soort tips in je mailbox en dus tijdens mijn verjaardag ook hele toffe cadeaus. Andere tip die ik mee wil geven, wees consistent. Dus wees consistent in de bepaalde thema's die je deelt. Zo hebben wij de woensdag gemakdag aflevering die we elke woensdag publiceren. Die komt op YouTube te staan, komt op LinkedIn te staan, maar ook natuurlijk in onze nieuwsbrief. Zorg dat je zodanig veel waarde creëert dat het liefste mensen eigenlijk aan het uitkijken zijn naar de volgende campagne, volgende bericht, volgende video of wat dan ook. Door daar consistent in te zijn zul je zien dat het in ieder geval op social media een stuk beter gaat werken. Maar je merkt ook dat, zeker wanneer je het stuurt, dat er een bepaalde lijst heel snel gaat reageren op dat type bericht. Dan kun je er daarna voor kiezen om te zeggen van, hey, ik ga mijn lijst iets splitsen. Dit zijn de mensen die heel af en toe reageren. Dit zijn de mensen die echt enorm goed zijn. Nou, die kun je dan een bepaald segment meegeven. Dus via een tag, als je een goed systeem hebt. Maar werk zelf met MyLeads. Die mensen die hem vaak openen krijgen een tag. En dat worden dus de mensen die dat bericht ook sneller en vaker zullen krijgen. Stuur die nieuwsbrief op basis van het gedrag dat jij van je lijst terugkrijgt. Het voordeel daarvan is dat je dus mensen nooit meer lastig valt met verkeerde berichten. Je open rate enorm zal gaan stijgen. Plus dat mensen je berichten meer gaan waarderen. Je krijgt precies de juiste berichten van jou. Waardoor ik jouw nieuwsbrief meer ga waarderen. Hopelijk daar zelfs over ga praten. Waardoor je dus ook nog weer meer inschrijven krijgt. Een andere tip. En dat is natuurlijk zoals we altijd een nieuwsbrief hebben gebruikt. Is maak het persoonlijk. Probeer zoveel mogelijk data te verzamelen en gegevens van jouw gebruiker. Gebruik sowieso zijn voornaam, test daarmee. Gebruik zijn voornaam en achternaam, test daarmee. Kijk of dat je site tracking kunt gebruiken. Dus dat je ziet van, je hebt het handboek Domineer Google gelezen. Op bladzijde 23 staat vooral een gouden tip. Sebastian, ik ben even benieuwd hoe jij deze tip in de praktijk hebt gebracht. Dus maak er een soort van persoonlijke gesprek van. Hoe persoonlijker jij wordt, hoe leuker het is om jouw nieuwsbrief te ontvangen en hoe meer het ook opgepakt zou worden. Zorg dus ook dat je het persoonlijk stuurt. Dus niet te veel met opmaak, want dan lijkt het echt op een nieuwsbrief en een verkoopcampagne, maar houd het persoonlijk. Nou, dit zijn tips. Ga daarmee testen. Ik weet zeker dat als je dit vaker gaat testen en dus ook daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen, dat ook jouw open rate gaat stijgen. Mocht je vragen hebben, opmerkingen of suggesties hebben voor de volgende woensdaggemakdag, of het interessant vinden om dit soort video's vaker te ontvangen, abonneer en reageer. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.